treurige einde. Nou ja, hij is niet op de grond gevallen, chill. Nou, we hebben hem weer. Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pakken 5. Vandaag hebben wij een 80 euro drone van Banggood. En ik vraag me af, is het ding een beetje goed? Het klonk best wel nog wel lekker trouwens. Zoals je ziet is dit de drone. Hij heeft best wel een formaatje. Is redelijk groot als je het zet naast mijn hoofd. De ambulance die komt al van mij denk ik, want het gaat fout. Dus dit is de drone. Hij is best wel redelijk groot. Er zit ook een SD-kaartje in, want het heeft ook een camera. Waardoor je dus mee kan filmen. En kan zien wat er gebeurt als je aan het vliegen bent. En dat vind ik juist wel heel vet. En dat is waarom ik deze op zich wel wou. En dus nu ben ik eigenlijk benieuwd naar hoe hij daadwerkelijk vliegt. We hebben al een beetje een testrun gedaan. En het ging allemaal niet zo heel fantastisch. We snappen de controls nog niet helemaal. Maar we proberen hier met deze video nu een beetje achter te komen. Oké, dus we zetten hem eerst even neer. Ik zet hem al even aan. Dus dan moet je als eerst verbinden met de wifi op dit apparaatje om mee te verbinden op je mobiel. En daar is hij hier dan. Internet is misschien niet beschikbaar, dat hoeft ook helemaal niet, want we willen gewoon alleen het beeld zien van het apparaat. Oké, nu gaan we dus een app openen genaamd FPV Go. Dat is de app die erbij komt, waarmee je dus kan zien wat er gebeurt. Oké, dus nu zien we het op ons schermpje, zien we dus wat de camera ziet van de drone. Dan zal ik even dit ding in mijn mobiel eventjes in het controletje zetten. Goh, het ziet er ook wel vet uit zo, als je het zo een beetje bij hebt. Het heeft wel iets professioneels, alsof ik een dikke drone vlieg van duizenden euro's. Wat het dus totaal niet is. Oké, dan zetten we deze drone eventjes, of de controller even aan. Voor, achter. Zo, en is hij verbonden met de drone. Dan piept hij wat, maar dat boeit me niet zoveel. Oké, een app van Samsung die crasht. En nu kunnen we beginnen met die zooi. Oké, let's just fly. Zo. Ja, nu zie ik het meteen updaten. Oh shit, I don't see him anymore. Oh, nu zie je het. Ik ga even filmen. Ik start de film. Zo. Oké, nu nemen we ook op. Wat een uitzicht, hoor. Oké, hoe draai ik het ding? Dat is de vraag. We vliegen nu boven de straat. Oké, ik probeer hem eigenlijk te draaien van scherm. Oh, hij gaat wel een beetje wonky wonky. Er is wel wat wind hier aanwezig. Deze knop die brengt je naar je toe als het goed is. Ik zal die eens even proberen. Oké. Oh, jezus. Dat ding wacht gaat... even, ik kan echt niet zien. Oh shit. Hey! Het is wel een zeer terug. Nou ja, hij is niet op de grond gevallen, dat scheelt. Maar we hebben hem weer. Oké, dus blijkbaar moet je er zelf voor zorgen dat je dan het op de grond brengt. Op mijn video zie ik nu dat hij nu aan het landen is. Hij is nu geland. Oh nee, niet. Hé, hey, hij updatet best wel snel trouwens. Dat is best wel goed. Oké, dat ging niet helemaal soepel. Melanie, die achter de camera, ja, de camera verhuis, die gaat nu even lekker aan de slag. Dus ik leg hem even neer voor jou. Het starten gaat met de twee pijlstick, de joystick zo bij elkaar te doen. Oké, dan staat je hem. Yes? Yes. Oké, jij gaat ervoor, hè? Ja, daar gaat hij. Ik stop opeens met filmen, maar dat maakt niet uit. Daar gaat hij dan, helemaal in de lucht. Is nu ongeveer op, zal het wezen, 6 meter. En de beelden zien jullie natuurlijk gewoon op achtergrond. Ik kan niet echt veel meepakken. Ja, ik zie wel wat trouwens op jouw scherm. Van deze kant zie ik al wat. Kijk er bezig aan dan. Daar vliegt ze gewoon. Ik kan mooi zo overal heen kijken. Looks pretty. Nou, op zich, weet je... Daar vliegt hij dan. Helemaal hier, oh. En dat kleine stipje wat daar zit. En daar gaat zij. Ja, nu zie ik dat op je scherm. Oh, kijk, vliegen. Kijk, gewoon rondkijken. Je filmt het ook allemaal nog? Ja.
Dit krijg je ook allemaal te zien op een video. Ah, oh, jongens, kijk dan, joh. Holy shit, dat is best wel hoog hoe die zit. Holy shit, ja. Yeah. Zal ik wel een home doen? Home? Ik probeer even de camera überhaupt heen te... Ik zie niks in de lucht. Dat is die, ja. Oké, nu heeft ze dus home gedaan. Nu moeten we afvragen of hij überhaupt wel komt waar hij moet zijn. Ah, is dat iets? Ik kan niks zien op mijn camera. Zie ik iets van een zwart stipje op mijn camera? Ja, daar zie ik het. Ja, daar is hij. Dat ding is toch zo hoog, jongen. Ik zie niks. Landt hij nu ook zelf? Nou ja, dat is het ding. Ik dacht dat hij zelf landen, maar... Nee, doe nu niks. Oké. Okay. Niet in de heg, alsjeblieft. Oh, hoe? Weet hij dat nou uit zichzelf? Ja. Nee, ik doe hem dan nog voor doen. Oké. Okay. Ja, ja, wat... Wow, Mel. Netjes wel. Lekker bezig, jongen. Holy fuck. Ja, dat is super hoog. hoe was dat? Hoe vond je de vliegkunsten? Wel mooi. Nou ja, beeldkwaliteit is natuurlijk niet helemaal, maar wel goed voor 80 euro. 80 euro, ja, op zich. Het ding is, 80 euro is niet heel veel geld. Voor mij wel. Voor, nou ja, het is veel geld in principe als je het zo besteedt. Als je het vergelijkt met zo'n DJI drone. Ja, DJI drones, daar heb je hartstikke mooie camera's op, maar daar betaal je ook meteen 800 plus euro voor. En dan heb je ook super prachtige kwaliteit. Wanneer? Ja, wanneer? Hallo, denk je dat ik dat heb in mijn zaak? DJI, please, sponsor me. Voor 80 euro wat je krijgt, heb je een best wel mooie grote drone. Je hebt 3 batterijen erbij. Je kan een SD-kaartje doen, dus je kan hem even volgen. Nou kun je er niet maken. Nee, wacht even, weet je wat we niet hebben geprobeerd? Wat? Ze zei dat je foto's kon maken met... Ja. Als je zo op een bepaalde manier ging staan. Oké. Okay. Dat hebben we nog niet geprobeerd. Nee, dat klopt. Dus moet ik hem voor jouw face houden. Dus, uiteindelijk vind ik de drone best wel gaaf. Ik vind het best wel gaaf. 80 euro waard. Op zich wel. Het heeft een cameraatje erbij. Natuurlijk niet de meest prachtige camera. Maar al in al is hij toch best wel vet. Ik zie mezelf. Ah, nu zie ik mezelf. Kijk eens. Ik vind het toch best wel een vet ding. Voor de prijs. Ik heb het natuurlijk gratis gekregen. Maar als jij denkt van dit is 80 euro voor jou waard. Je kan uiteindelijk krijgt 3 batterijen erbij. Waarmee je dus... Oké, ik zet hem wel even uit, want ik ben een beetje bang. Maar hij staat er op hoofd. En dat is waarom ik eigenlijk nog meer moet oefenen met drones vliegen. Ik stop wel even met opnemen. Oftewel. Ja. Maar als, ja. Ik vond het wel echt een vet ding. Ik vond het wel vet om gewoon... Superhoud, ik heb nooit een drone gehad in mijn leven. Dit is de eerste drone met een camera. En ik vind het gewoon super vet. Dan zeg ik niet natuurlijk dat het de meest geweldige kwaliteit is. Dat absoluut niet. Want ik ga deze video's niet gebruiken als b-roll in mijn video's. Want dan ziet het er echt absoluut uit. Maar het is gewoon vet om overal gewoon een uitzichtje te hebben. Op je dorp, stad, wat dan ook. Natuurlijk in de stad zou je dat waarschijnlijk niet mogen gebruiken. Maar het is wel vet. Dus doe ermee wat je wil. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Druk natuurlijk een belletje als je het niet wil missen. En subscribe voor meer. En like natuurlijk als je het leuk vond. En doe dit. En dat. Dus Instagram, Twitter, Facebook. Volg er allemaal. Yo, yo. Lekke gebruiksaanleiding. Ja, die moet je sowieso checken. Al deze video mee beginnen. Of als je vragen hebt. Je hebt het ding toevallig gekocht. En je weet niet hoe iets moet. Vraag het. En ik, misschien weet ik het. Nee, jij weet het niet. Jij weet het niet, Sander. Lekker tjoe. Doei, doei.